Wij heten u welkom bij deze Fairtrade modeshow. Het is allemaal niet zo officieel als bij andere modeshows met hele zieke mannen. Ik verkoop de Fairtrade kleding. Wat houdt dat in? Dat is kleding die niet door kinderen gemaakt is. Waar geen kinderen gewerkt hebben. Waar geen gevaarlijke verfstoffen bij gebruikt worden. En waar de mensen die de kleding maken een eerlijk salaris hebben gehad. En niet zoals die ellende in Bangladesh. We hebben hier ook de dames rechts van me. Die hebben, het is misschien niet helemaal fairtrade, maar het is rubber. Het is gerecycled. En daar zijn wij ook voor. Niet weggooien, maar recyclen. En dat is deze dames aan de andere kant, de dames voets. En die hebben prachtige spullen. Ik zou zeggen, gaat u zo meteen ook even kijken. Want daar is ook veel fairtrade. Ze hebben ook foldertjes van het doel waarvoor zij ook de spullen verkopen. Ik hoop dat u daar even aandacht voor hebt. Lotte die heeft een rokje aangetrokken van Tai & Dai katoen. Dat is machinaal geweven katoen. Die eerste fase is geverfd. Toen heel strak opgevouwen is en vastgeknoopt. En toen donkergroen geverfd. We hebben het gecombineerd met een t-shirt van Herb met katoen van Hembeach. Rita die is meer in het paars gehuild. Die heeft een broek aan die gemaakt is van bamboe en hennep. In combinatie met daarop een topje van Tai & Dai katoen. Dat gemaakt is in Nepal. En een jasje van structuurgaren, een keurkatoen en structuurgaren. Ook gemaakt in de prachtige stad Bhattarpur in Nepal. Tony heeft een overhemd wat volgens dezelfde Tai & Dai techniek gemaakt is, ook in Bhattarpur, Nepal. Van een lekkere stevige handgeweven stof, waardoor het een heel stoer hemd wordt. Kim die heeft een rokje aan, ook van leuk. Hier met een zakje erop wat met rubbers vast zit, wat je er ook af kan halen. De rokjes zijn heel handig, ze hebben één maat, one size fits all. En met drukknopen maak je erop maat. Stella heb ik er even een strikje van afgehaald. Dus het is een losse strik. En ook de bloemen zijn allemaal los. Aan de achterkant zitten de drukjes op. En die zitten dan op het jurkje. En dan kun je heel makkelijk vervangen. Die zitten ook dus op de beenwarmers. Hebben deze keer de dames ook aan. Die zitten op de haarbandjes. Op het rietje. Ja, op allerlei accessoires eigenlijk. We hebben diverse verschillende drukkerapplicaties. Ook nog even een rondje en dan heel erg bedankt, dames. We zijn de volgende trekking uit de deur. Dorianne heeft het mooi gecombineerd met een wollig vestje, wat ook heel leuk is voor de winter natuurlijk. En Lief heeft er een paar stoere laarzen onder gedaan, wat natuurlijk ook hartstikke leuk is bij een basisjurkje met een mooie strik erop. Toch? Dank jullie wel, dames. Maak ook nog maar een rondje en dan mogen jullie weer gaan. Al deze jurkjes zijn online.